Goedenavond, welkom bij Ja van de Vlinder, een serie debatten over Zuid-Limburg georganiseerd door L1, de Limburgse kranten en de ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg. We zitten in Siemiel, bedrijventerrein in Bruisend Heerlen en Heerlen-Maastricht en zit dat geleend. Dat zijn de Zuid-Limburgse steden waar straks in 2018 dat grote event moet gaan plaatsvinden, culturele hoofdstad 2018 en ook de aanloop daar naartoe. Beleidsmakers zijn er al mee bezig, politici maken zich al druk over, maar hoe zit het met de kunstenaars en de culturele ondernemers zelf? Nou, we hebben er vanavond twee aan tafel zitten en nog een hele hoop meer in de zaal. Branko Popovic, modeontwerper en organisator van de Fashion Clash. Geloof jij in de enorme exposure die culturele hoofdstad Maastricht en omgeving gaat brengen? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik kan iedereen een stapje verder helpen in zijn eigen werk, dus alle kunstenaars. Ja, dus wat zijn dit jaar bijvoorbeeld de culturele hoofdsteden? Wat zijn dit jaar de culturele hoofdsteden? Ik dacht Marseille, de andere weet ik niet. En ik was van plan om naar Marseille op vakantie te gaan, om te zien wat het dan... Omdat ze culturele hoofdstad zijn? Ja, onder andere. Het stond wel op mijn planning om een keer naartoe te gaan. Dacht ik, ja, misschien is dit jaar wel een goede kans om het te zien. Nou, jij ook een kans. Wat waren vorig jaar de twee culturele hoofdsteden? Ik zou het niet weten, hè. Nee. Guido Wevers, artistiek directeur van die culturele hoofdstad in 2018. Wordt altijd gezegd, Liverpool, Rotterdam, Florence, bekende steden, dankzij de culturele hoofdstad, maar die kennen we eigenlijk al. Allemaal die andere steden, Turku in Finland, daar ga ik nog steeds niet op vakantie. Hoe groot is die exposure en wat levert ons dat dadelijk op? Nou, als je dat kijkt wat dat voor bezoekersaantallen treft, is dat heel wezenlijk. Antwerpen bijvoorbeeld, dan ga ik even ver terug in de geschiedenis. In Antwerpen spreken ze van Antwerpen voor 93 en Antwerpen na 93. In Lille, in Marseille op dit moment. Ook in Marseille spreken ze voor 2013. En wat daarna komt, dat moeten we nog ontdekken. En in Patras en Stavanger en Turku is Stavanger, dat ook zo? Absoluut. Ja. Heel Noorwegen. Stavanger stond helemaal niet op elkaar. En nu wel? Als olieplek, als stad waar de olie aan de kust waar de schepen aankwamen. Maar cultureel gezien is Stavanger absoluut een plek geworden in Noorwegen. Oké. Branko, jouw leven draait om mode. Mode wordt genoemd in het bidboek. Het idee dat straks die culturele hoofdstad moet gaan vormen. Genoeg? Is dat genoeg? Ja, ik denk het wel. Het is al fijn dat het bestaat. Dat het in debatten ook dat het een onderdeel is van de culturele landschap hier. Want 5 jaar geleden, voordat we begonnen waren, bestond het niet. Dan was mode het gewoon, als culturele tak in Limburg. Inderdaad. Dus het was heel normaal dat ontwerpers wegtrok. Omdat er gewoon, je dacht er niet eens bij na om hier iets te doen. En wij vonden wat zo interessant is aan Maastricht, is niet alleen Maastricht, maar dat het in de regio zit. Zoals Diane Freeland zegt, the best thing about London is Paris, the best thing about Maastricht is Paris. Omdat het zo dichtbij is. Dus je zit zo midden in Europa tussen steden waar van alles aan de hand is. En wat wij hier hebben, we kunnen veel makkelijker een brug vormen naar het buitenland toe dan als je in Amsterdam zit, omdat je zo dichtbij hier zit. Ja, maar dat konden we ook zonder dat we culturele hoofdstad zouden zijn. Dat kan inderdaad, maar het maakt wel dingen makkelijker. En het kan wel helpen om dingen wel concreter te maken en te verbinden, die anders misschien veel langer zouden duren. Dus dat kan het proces wel versnellen. Guido, je bent van Schien & Schuut, een organisatie die... Ja, wat doet die organisatie eigenlijk? Ons hoofddoel is om filmmakers of creatieve mensen die bezig zijn met voornamelijk film en televisie, samen te brengen en te stimuleren, samen dingen op te zetten en uit te voeren. Dus jullie willen filmmakers met elkaar in contact brengen. Ja. Wat is dan het doel, het Hollywood van Europa worden? Ah, in eerste instantie het Hollywood van de EU-regio. Dus Aken, Genk, Luik, ja. Hasselt, Maastricht. Zodat als die mensen elkaar kennen, komen ze in Limburg, in Zuid-Limburg een film opnemen? Onder andere, ja. Maar dat kan net zo goed in Luik zijn of in Duitsland. Wat merk jij nu al van via 2018, van die weg daar naartoe? Concreet misschien nog niet zo heel veel, omdat er nog heel veel moet worden uitgewerkt. Maar ik denk wel dat het goed is dat het er is, omdat dat als een soort katalysator kan werken om dingen op stand of op gang te brengen en uit te werken. Mm-hmm. En dat is denk ik de grootste kracht en ook dat de hele provincie, overheden, dat die er echt mee bezig zijn. Ook met mode, met film, met kunstvormen die anders 5 jaar geleden nog niet zo bekend waren. Om die ook een beter podium te geven en vastere voet aan de grond te laten krijgen hier. Want we lazen in de Limburgse kranten, steekproefje zo op straat, dat het nog niet echt leeft bij de burger. We hoorden eerder al van ondernemers dat het ook niet op elke netwerkborrel onderwerp van gesprek is. Hoe zit dat bij jullie, bij de creatievelingen? Leeft het daar wel al? Voor zover ik weet nog niet heel erg, nee. Niet echt? Nee. En bij jullie?
Ja, ik denk dat mensen er wel van af weten. Ik denk dat vaak voor ikzelf natuurlijk weet er, zit er meer mee in, omdat ik met mijn collega's dingen initieer. Maar ik denk dat ontwerpers nog vaak of makers bezig zijn ook natuurlijk met hun eigen werk, wat ze willen ontwikkelen. Ja. Maar ik denk dat... Ik kan me niet voorstellen dat ze daar nooit van gehoord hebben. Ik neem aan dat je wel... En we zitten nog in de fase dat het ook nog niet echt hoeft. Misschien? Ja, misschien dat het toch voor mensen... Want kunstenaars zijn ook best wel... Die werken heel spontaan. Dus het nee. is ook... Ja? Ja. Dus het gaat zeg maar soms van dag tot dag of van fase tot fase. Dat lijkt me dan lastig organiseren straks, zo'n culturele hoofdstad. Allemaal die vage types. Er zijn gelukkig genoeg mensen die wel de voortouw nemen om dat dan voor ze uit te stippelen. Je was ook precies op tijd hier vanavond. Dat is ook fijn. Culturele hoofdstad 2018 doet heel veel met de generatie 1992, zeg maar de mensen die geboren zijn in hetzelfde jaar als het verdrag van Maastricht. Een van die mensen van ongeveer dat jaar is Bart Temme, cultureel ondernemer, initiatiefnemer van Schinkelstraat 13, met als tagline Just Doing Cool Shit. Hij staat bij Kim. Just Doing Cool Shit. Wat zou dat betekenen als Maastricht culturele hoofdstad in 2018 wordt? Poeh. Het is een hele, hele goede vraag, moet ik wel zeggen. Waarschijnlijk nog meer coole shit doen, denk ik. Maar concreet voor de kijkers thuis, wat doen jullie dan? Kijk, er zitten natuurlijk een aantal ondernemers, van vormgevers tot designers, tot mensen die met muziek bezig zijn, artiesten. En ik hoop dat dat met name via 2018 eigenlijk een manier is om ook die groep, die misschien niet op de meest gebaande paden heel zichtbaar is, om die wel te verbinden aan heel die movement van VIA 2018. Dat is het idee waar voor mijn gevoel nog wel wat kansen liggen die ik nu nog niet helemaal vanzelf wat zie worden. Want hebben jullie, als jullie zo bij elkaar staan, een biertje drinken, zo eens erover praten, is dan VIA 2018 de weg naar de culturele hoofdstad, is dat überhaupt een thema waar je het over hebt? Ja, ik hoorde dus nu hier ook alweer en in de vorige uitzending dat het nog niet heel erg leeft. Maar bij jullie in de Schinkel? Nee, ook niet. En dat vind ik op zich wel jammer, want met name omdat je kijkt naar jongeren zijn volgens mij wel de doelgroep die heel belangrijk zijn, staat ook in het bidboek volgens mij zo. Tenminste in die kleine versie, want die grote versie is iets te groot voor mij om te lezen. Maar in de samenvatting stond dat ook en voor mijn gevoel wordt daar nog niet optimaal gebruik van gemaakt van de potentieel van die groep, zeg maar. Want wat de jonge heb jij... ambitieuze ondernemers die op cultureel of educatief of welk vlak dan ook, die raakvlak hebben met die sector. Volgens mij is er nog heel veel potentie wat nog niet. Maar wat heb jij te bieden? Wat heb jij Guido Wevers en iedereen in de regio? Ik had Guido een paar weken geleden een mailtje gestuurd van ik heb wat ideeën. Maar had geen zin om te antwoorden. Nee, hij had het heel druk, denk ik. Maar wat stond erin bijvoorbeeld in dat mailtje? Wat Guido, heb jij te bieden? Ik wil je lunch betalen, want ik heb een paar goede ideeën. Ik kan het niet zo 1, 2, 3 uitleggen. Maar dat ging met name om te kijken hoe kun je die jonge garde die dus niet... via de gebaande paden. Want het is supergoed dat Fashion Clash en Sine Suit erbij zitten, denk ik. Maar er is nog zoveel meer ambitieuze mensen in de regio die misschien niet gecentraliseerd ergens te vinden zijn, maar die wel op een bepaalde manier via netwerken te vinden zijn. Maar je bent ook ondernemer. Je hebt natuurlijk een heel groot hart voor de cultuur, maar ook ondernemer. Dus uiteindelijk moet het voor jou ook iets opleveren. En hoe denk je die omslag te kunnen maken? Volgens mij gaat het mij heel veel opleveren op het moment dat ik er iets meer actief bij betrokken ben. Waardoor je een netwerk opbouwt van mensen die misschien op dezelfde manier bezig zijn. Of mensen die op inspirerende andere manieren bezig zijn. Die je nog niet kent. Dat is sowieso een netwerk, denk ik. Maar daarnaast is het ook gewoon, je hoeft niet per se meteen een commercieel belang erbij te hebben. Je moet het ook, denk ik, tof vinden voor de regio om met z'n allen iets op de kaart te zetten en met z'n allen iets te gaan betekenen. Want jij bent dan met Cutting Class vooral bezig op middelbare scholen, basisscholen, veel met de jeugd, hè, met de generatie voor 2000, na 1992. Wat bij de basis beginnen, wordt het daar wel eens met de jeugd over? Nee, totaal niet. Nee, nog helemaal niet. Nee. Misschien is het ook wel tof om daar iets aan te doen, dat je langs het hele onderwijsveld gaat. Kan ook een hele leuke kans zijn. Ik weet in hoeverre dat het een hele belangrijke doelgroep is voor VIA 2018, maar het is wel de toekomst van deze regio. En zeker als je het hebt over je wil werkgelegenheid voor de jongere doelgroep gaan genereren met behulp van cultuur, lijkt me een hele verstandige om dan ook het onderwijsland in te trekken. Zij zullen straks de theaters gaan vullen, de popzalen moeten gaan vullen. Ja, dat hoop je wel natuurlijk. En misschien als toeschouwer of misschien zelfs als artiest. En dat zijn volgens mij hele interessante dingen om naar te kijken, ook als artiest zijn. Wat zit hier nou voor een artistiek kwaliteit bij jongeren en hoe organiseren die zich? Dat gaat op een hele andere manier dan het verenigingsleven van een tijd geleden. Je ziet ook dat wat minder populair wordt. Maar
Het gaat tegenwoordig op een andere manier, waarbij online media een hele belangrijke rol speelt. Ik denk dat je dat ook moet inzien en moet gaan gebruiken op een of andere manier. Nou, dat is een hele mooie vraag om weer bij Guido Wevers neer te leggen, lijkt me. Hoe maak je het voor de jeugd aantrekkelijker? Bartem is niet de enige die klaagt. Deputé Noah Lebens heeft publiek geroepen dat er meer mensen zijn uit het culturele veld die klagen dat ze niet gehoord worden door de organisatie. Guido Wevers, je moet het ontzettend druk hebben dat je die arme Bartemme niet eens een lunch kunt aanbieden. Het is onmogelijk om iedereen in positie te brengen. En we doen dat zeer breed. En zover ik weet zijn alle vragen die bij ons komen, worden die beantwoord. Hè. En als dat niet is, horen we dat wel. Maar ik hoor die gretigheid onder mensen van stel dat wij kunnen een aantal stappen zetten. En dat is misschien nog wel het belangrijkste. Het probleem is, wat we er straks al zeiden, jongens, we moeten eerst de voorwaarden scheppen. Dat betekent die titel binnenhalen. Ja, want gekoppeld aan die gretigheid zit het gevoel dat er niks... Dat ze er niks mee kunnen met die gretigheid. Dat hoor ik vooral. Dat hoor ik niet, nee. Ik hoor hem hier vertellen, stel dat dat lukt en we brengen, want dat is ook wat we zeggen, we brengen die jonge generatie in positie, daar zitten mogelijkheden. Ik hoor de twee heren aan de tafel zeggen, stel dat het lukt dat we die titel brengen, dan hebben we daar mogelijkheden. Overigens wordt dat ook aangezet. Het hele verhaal rond Fashion Clash, het hele filmgebeuren, waar we dus echt een groot regionale filmproject bij opzetten. Ook hier, diegenen die niet georganiseerd zijn, diegenen die de rafelranden opzoeten, worden in positie gebracht. Maar we zullen wel even moeten maken dat we die titel binnenkrijgen. Dan laten we alle miscommunicaties even opheffen. Komende woensdag 30:30, lunch. Maar nog veel eerder, zo simpel ligt dat. Nou, dat is mooi. Branko, 2008, even fantaseren, hè? 2018, zomer. Jij wordt wakker, je loopt naar buiten in je zelf ontworpen zomerjasje met je zelf ontworpen zonnebril. Maastricht in, want daar woon je. Ja. Wat zie je dan? Wat is daar aan de hand? Ja, ik hoop gewoon dat het... Dat je gewoon zoveel te doen hebt dat je denkt, wauw, dat je niet... Soms kan je jaloers zijn op evenementen die ergens anders plaatsen. Dat je denkt, oh, het zou heel leuk zijn als je dat hier hebt. Dat je soms naar een bepaald concert of iets kan gaan die je... En dat er gewoon misschien heel normaal wordt dat je naar Aken gaat om daar iets te zien in plaats van Maastricht. Dus ja, ik kijk er wel naar uit of dat wel zo... Ik kijk bijvoorbeeld uit naar de tram die er gaat komen om makkelijker naar Hasselt te gaan. Ja. Daar kijk ik echt naar uit. Wat ik ook bijvoorbeeld geweldig vind, dat nu Maastricht Airlines er komt en dat er nieuwe verbindingen komen, dat maakt het meteen nog leuker om hier te wonen. Dus dat soort dingen zijn net zo belangrijk. Dus die grenzen doorbreken die er eigenlijk al niet meer zijn. Hoe zit dat bij jullie bij Sinus-Zuid? Hoe zijn die contacten met Luik en Aken tot nu toe? Er zijn wel al contacten gelegd, maar het is nu allemaal nog wat versnipperd. En het zou fijn zijn als dat echt heel structureel kan gaan worden. Mm-hmm. Door projecten die jullie samen gaan opstarten? Ja, onder andere, ja. Waarom kan dat niet zonder culturele hoofdstad? He, waarom zouden jullie nu al niet intensiever kunnen samenwerken? Dat heeft denk ik ook vooral financiële kwestie. Ja, dus dat is vaak een voorwaarde. Dat er een potje is dat jullie samen aan tafel brengt. Ja. Iemand die de lunch betaalt. En dan onder andere. Het is gewoon noodzakelijk om alle talent wat hier in de regio zit, om dat samen te brengen en te kunnen ontwikkelen. Ja, laten we dus jullie zien het allemaal zitten. Jullie vinden het fantastisch, maar er is wel geld nodig. Hè? Daar hebben we het al over gehad. Dat geld moet er komen. In jouw kunsttak, die van de film, is dat samenwerken met het bedrijfsleven eigenlijk heel normaal. In de mode in zekere zin ook, maar... is dat toch niet een gevoelige relatie tussen het bedrijfsleven, tussen mensen die betalen en daar ook wat voor terug willen hebben, en de kunstenaar die de kunst maakt? We merken zo, het is best wel moeilijk om het voor elkaar te krijgen wat wij doen. Fashion Clash, ja, dat jaarlijkse event, dit jaar voor de vijfde keer. Dat is heel lastig, maar we merken wel zo, het is makkelijker om met kleine ondernemers te werken. We hebben dit jaar een 9-daags programma en ondernemers in Maastricht aan het springen willen heel graag samenwerken. Dus daar zitten heel veel mogelijkheden. Dus zodat je eigenlijk veel kleinschaliger je funding zeg maar zoekt. En zodat je eigenlijk zo de hele stad betrekt en zo letterlijk iets bijdraagt aan de economie. Want wat is jullie sponsorbudget bijvoorbeeld voor dit jaar? Wat willen jullie binnenhalen? Alles is nog in development. Alles wat er nog binnenkomt is... Wat was het vorig jaar? Hoeveel geld had je aan sponsor? Dat is, ik zou het zo niet uit het hoofd kunnen zetten. Er zit heel veel sponsoring. Wat wij hebben is facilitair. Dus bedrijven die hun diensten verlenen, zeg maar, dus niet financieel, maar en meeste funding komt toch vanuit de overheid. En je merkt dat bedrijven niet zo heel, dat het best wel moeilijke tijden zijn voor bedrijven om ook
om te investeren in een evenement. Je moet je daar nog meer voor teruggeven. Willen ze daar ook invloed voor terug? Willen ze ook wat te zeggen krijgen? Of willen ze zien wat je ontworpen hebt voordat ze eraan meegaan? Het ligt er natuurlijk. Je hebt met iedere bedrijf een andere soort samenwerking. Dus dat is gewoon heel, heel divers. We hebben wel eens inderdaad gehad dat er als tegenprestatie dan een presentatie of een modeshow gevraagd wordt. Ja, ja. Maar vaak is dat best wel veel veel werk ook nog. In de nieuwe James Bond, waar jij niks mee te maken hebt gehad, maar daar zagen we James Bond op twee hele rare momenten Nederlands bier drinken. Ja. Dat heeft met sponsoring te maken. Is het ouderwets om dat erg te vinden? Nee. Ja, nee. Ik vind het sowieso niet erg. Misschien is het inderdaad ouderwets om het heel erg te vinden, ja. Dat hoort gewoon bij de tijd en dat is ook... Ja. Ik denk dat je kunt ook bijna niet meer zonder tegenwoordig. Dus. Mm-hmm. Kijk, het moet natuurlijk inhoudelijk geen consequenties hebben, maar het hoort er gewoon bij. Weinig consequenties. Oké, film, mode gehad, nu muziek. Kim staat bij de presentator van Kunstbende, van Popsport en Nu of Nooit, Sander Ruiters. Ja, Sander, als je dan met je vrienden een biertje drinkt, hebben jullie het dan wel eens over Maastricht Culturele Hoofdstad 2018? Al vanaf het begin heb ik het daarover. Want ik ben daar op een of andere manier heel enthousiast over geraakt. Dit is niet cynisch bedoeld? Dit is absoluut niet cynisch bedoeld. Ik zag namelijk meteen heel veel kansen voor mij en mijn vrienden. Ik ben namelijk ook docent op het conservatorium aan het onderwijsvlak, zeg maar. Dus de mensen die niet voor een instrument studeren, maar les gaan geven. En ik denk dat daarvoor Culturele Hoofdstad de allergrootste kans ligt die er is. Want, op welke manier dan? Nou, meneer Wevers zei net al van er is een Marseille voor 2013 en na 2013. Er kan een Maastricht zijn voor 2018 en na 2018, maar dan moet je investeren in het juiste. Namelijk in de mensen die na 2018, 20, 23, 25, 27 zijn. Die kids zijn nu 14, 15 jaar. Oh, dus basisschool eigenlijk, begin middelbare school, dan heb je het over. Ik denk nu, ze zitten nu op een middelbare school, maar ik denk inderdaad dat je moet beginnen bij het fundament, de basisschool. Er werd net gezegd, je moet het publiek kweken voor al die concerten. Nou, ik ga wel eens naar de Phoenix en ik ga ook wel regelmatig naar de Dimonor en ik ga regelmatig naar het Parkstad Limburg Theater of naar de Rode Hal. Ik ga kijken, kan je verklappen, het is niet vaak uitverkocht, Kim, helaas. En dat moet gewoon veranderen. Als je culturele hoofdstad wil worden, dan moeten jouw voorstellingen, ook als het dans of drama is, wat dan ook, het moet vol zijn. Het moet gewoon vol zitten. Maar hoe bereik je dat dan met onderwijs? Hoe zorg je er dan voor met onderwijs dat dadelijk die zalen vol staan? Nou, lijkt me heel interessant om dat te gaan bewijzen hoe dat kan. Je moet namelijk je voorstellen dat de afgelopen 20 jaar zo ongeveer alle muziekonderwijzers op de basisschool zijn wegbezuinigd. Ik krijg kinderen in mijn klas, meisjes, die niet hoger dan een hoge D kunnen zingen. Dat is laag. Dat is heel bizar. Dat is heel raar. Terwijl, die zijn allemaal wegbezuinigd. Dat konden ze eerst wel, maar met muziekonderwijs al vanaf de basisschool. Precies, ja. Je moet zorgen, kijk, als jij een Bart Temma als leraar hebt, de basisschool, dan sta je te trappelen voordat je de eerste keer dat podium op kan als rapper. Nou, zo ken ik heel veel jongens. Ik heb zelf het absolute genoegen gehad om ooit een keer met mijn bandje op Pinkpop te spelen. Nou, ik bespreek met mijn leerlingen het programma van Pinkpop. En raad maar, ja hoor, daar gaan heel veel kinderen uit mijn klas. Meneer, ik kan naar Green Day kijken dit jaar. Ja, dat klopt. Ik kan naar de Rode, ik kan naar Kane, meneer. Te gek. Ja, dan moeten enthousiaste mensen zijn, en die zijn er. Er zijn heel veel jonge enthousiaste mensen die zich momenteel laten omscholen tot wiskundeleraar, omdat alle muziekdocenten zijn wegbezuinigd. Voor drama en voor beeldend geldt hetzelfde, hoor. Pas op, want het hele CKV-onderwijs gaat op de schop. Dat is heel kwalijk. En daar moet die culturele hoofdstad juist op gaan inzetten. Ze moeten gaan zorgen dat na 2018, in 2018, maar ook na 2018, dat die zalen hier vol zitten. Dat als jij iets bedenkt, als Bart met het verzet een optreden geeft, dat die hele nog 5 keer is uitverkocht. 5, 6 avonden achter elkaar uitverkocht. Zo simpel is het. En kijk, tuurlijk, wij zijn geen Randstad. Hè? Want ja, een mooie Eurego. Absoluut. En, ja. En als jij in Hilversum op een jam-sessie staat, dan zegt Giel Beelen, hey, te gek, go back to the zoo. Hey, dat is leuk. Volgend jaar daarna staan die op Pinkpop. Het probleem is dat wij daar veel te veel naar kijken. Wij moeten kijken naar wat we hebben. We hebben te gekke rapgroepen, man. We hebben te gekke bands. We hebben Peter Beker en de Ongenodigden. We hebben The Wolf. Even het grootste exportproduct van Limburg, denk ik zo. Mm-hmm. We zijn momenteel op tournee in Australië. Hoe werkt de Euregio daarin mee dan? Op welke manier kan de Euregio dan versterkt dat wat wij hier hebben? Het voorbeeld van wat Guido net gaf, vond ik eigenlijk een beetje smal. De twee meisjes uit Hasselt, die het leuk deden. Sungraiser uit Maastricht. En ik geloof dat uit heel ook een band meedeed. Als ik me niet vergis. David Plantas met zijn groep. Hartstikke tof. Maar voor mij moet dat veel breder. Zoals bijvoorbeeld? Nu predik ik een beetje voor eigen parochie. Maar ja, Kunstbende is gewoon heel erg te gek. En vergeet niet, momenteel de grootste in heel Nederland. Dus je moet je voorstellen, wij verslaan gewoon Brabant, wat een veel grotere provincie is, met een aantal deelnemers. En het leuke is dat er daar geen goed of fout is.
Er is geen goed of fout als je kunst maakt. En dat is het toffe. Maar iedereen je moet het wel meekrijgen vanaf de basis. Dus. Ja, je moet iedereen die kans geven. En niet tegen iemand zo van, ja, je kan zeggen, ga maar voetballen. Nee, tuurlijk niet. Nee. Voor iedereen is er een mogelijkheid om iets tofs te maken. Ik bedoel, het is toch van jou. Het is niet goed of fout. En dat is het mooie dat van kunst. Dat is een mooie basis ook weer. Een boodschap om weer mee te geven aan Guido. En volgens mij komt er nog een lunch aan, niet? Denk ik zo. Ik weet het niet. Ik ben wel heel enthousiast hoor. Pas op. Dank je wel. Nou, ik denk eerder dat deze jongeman Sander al een keer of vijf geluncht heeft met Guido, zo te horen. Maar wat we ook hoorden in het gesprek, als we dan toch kritisch luisteren, is het publiek. Is er wel publiek voor de spannende dingen die bedacht zijn? Een van de kritiekpunten van de jury op het bidboek dat er lag was, misschien te traditioneel, te wit, te christelijk. Branko, ben jij ervan overtuigd dat het straks sprankelend en spannend genoeg wordt? Ik bedoel, het Vrijthof krijgen we wel vol met André Rieu, maar ook met spannende culturele zaken. Ja, ik denk dat is de uitdaging natuurlijk, hoe je dat ook met de regio verbindt, dat het publiek niet alleen uit Zuid-Limburg moet tellen, maar dus ook moet zorgen dat mensen van over de grens hier naartoe komen. Ja, ja. En dat wij ook andersom naar activiteiten in bij de buurlanden gaan kijken. Dus Sander zegt, we moeten het publiek zelf opvoeden, maar Branko zegt, nee, het publiek komt van buiten. Ik denk dat het allebei, ja. Ja, ik denk dat het, ik ben altijd een heel groot voorstander geweest om mensen gewoon te laten participeren in cultuur en ze daarin te stimuleren. En zo creëer je een heel breed draagvlak voor dit project. Als je gewoon heel veel mensen warm krijgt voor cultuur en ze laat participeren. Ja, maar daar zit een soort spanningsveld. Hè? Hoe breder, hoe meer publiek je trekt, hoe minder spannend het misschien kunstzinnig gezien wordt. Ja, dat hoeft niet per se. Nee? Nee, ik denk dat het op dit moment ook heel belangrijk is om duidelijk te maken of een soort imagoverbetering voor cultuur. Dat het niet alleen maar moeilijk is en geld kost, maar ook gewoon geld oplevert en cultuur gewoon voor iedereen is. Mm-hmm. Dus ik zie het niet zo zwart-wit van veel mensen. Het is per definitie commercieel of plat. Zo zie ik het niet. Guido, ander kritiekpunt. Er wordt veel gezegd, die Euregio is belangrijk. Maar de jury zei ook, is ook een gevaar, want je hebt veel partijen. Je moet met veel partijen samenwerken. Organisatorisch zou het wel eens een probleem kunnen worden. Wat doen jullie met die kritiek? Zeer ernstig nemen. Want als het ons hier in dit gebied lukt, is dat ons aanbod voor Europa. Onze voorzitter, de heer Linde, die zei tegen de jury, u heeft gelijk, meneer de voorzitter, het is complex, maar Europa is nog complexer. Mm-hmm. Met welke partij is het trouwens het lastigste samenwerken? Met die van Aken, of die van Hasselt, of die van Luik? Of die... Elke partij, en dat is niet diplomatisch geantwoord, elke partij zit daar heel anders in. Daar zit de spannende in. Dat is zeer uitdagend. Dus ik kan nou niet bepaald zeggen, Aken is makkelijker dan Hasselt, nee. Of Genk. Of, U luncht met ze allemaal even graag. Ja. Nou, als ik jou zo hoor, dan leg ik gewoon een boekje te hebben. Ja, dat valt nogal mee hoor. We plannen wat in. Amber-Helena Reijzig, stadsdichteres van Heerlen, sinds kort. Ze woont in Amsterdam, maar dat is waarschijnlijk tijdelijk. Als het culturele hoofdstad hierheen komt, dan komt zij ook terug. Ze werkt in Amsterdam aan haar eerste roman. Maar ze kan natuurlijk ook dichten. Ze heeft de hele avond meegeluisterd. En wij gaan nu luisteren naar haar. Eerder op deze plaats noemde ik Maastricht en de Euregio het kind dat Europa misschien nodig heeft. Maar toch, is de titel van culturele hoofdstad van Europa niet wat te vroeg? Zo lijkt het wel te zijn. Persoonlijk heb ik veel kritiek op de culturele sector in Zuid-Limburg. Vergeleken met de Randstad lijkt bepaalde professionaliteit nog ver te zoeken. Anderzijds kom ik hier graag omdat er ruimte is. Er is nog zo weinig en er zijn zoveel leegtes om op te vullen. Nu maar hopen dat de creativiteit net zo onbegrensd blijkt te zijn. Europa herontdekt. Orde schiepen we op dit continent. Recht zetten we wat ooit misschapen leek. Met werktuigen, machtige fabrieken, stempelkaarten en schouwburgen maakte de mens het tot wereldstaat. Nog niet zo lang geleden zwierven we in roedels over dit kale land. Bedwongen we aard en zee, trokken grenzen en vormden volken. En in deze barre streek van heuvels en van dalen, van kerken en van niet meer wegkomen na 10 uur 's avonds, toen de rest van ons land nog als een drenkeling aan wal moest spoelen, lieten de Romeinen een stad verrijzen. Euregio, behoed ons van het kwade, geef ons heden ons dagelijks brood en maak waar wat je Europa hebt beloofd. Amber-Helena Reijzig, dankjewel. Guido, stel je even voor, een nachtmerriescenario, de jury is in Eindhoven getrakteerd op nog vele chiquere lunches dan hier. En kiest uiteindelijk voor Eindhoven of God verhoede het voor Leeuwarden. Wat ga jij dan doen?
Wij gaan gewoon keihard door waar we mee bezig zijn. En dat is jong talent stimuleren om verder te gaan in film en hier mooie dingen te maken. En hebben de inspanningen dan tot nu toe, die zijn nog niet heel concreet geweest, maar hebben die al zin gehad? Van culturele opzet? Ja, precies. Het heeft altijd zin gehad, omdat er nu al heel veel voorbereidingen zijn getroffen, een soort van basis is gelegd en wij weten wat de mogelijkheden zijn. Wat ga jij doen, Branko, als het niet Maastricht wordt? Nou, het zou wel handig zijn als het aan Eindhoven is. Het is natuurlijk wel dichterbij en dan trekken we de regio groter. Nou, het is natuurlijk wel wat ook inspirerend is, dat kunnen misschien ook wat in Eindhoven op designgebied gebeurt. Dat is waar wij van dromen om het hier in Maastricht ook te kunnen doen op modegebied. Waarin, wat heel leuk is, als je daar de Dutch Design Week bezoekt, dan leeft de hele stad en is met design bezig. En dat zouden wij het liefst hier willen opbouwen, mm-hmm. omdat hier het ook het mooiste bij past. Maar anders wel Eindhoven. Desnoods eigenlijk. Ja, Fashion Clash is opgericht als een platform wat hier gebaseerd is. Dat in principe, we willen eigenlijk ook buitenlandse projecten doen. Dus voor ons maakt het niet zoveel uit waar we uiteindelijk in de toekomst zullen zitten. Maar je zult altijd wel je route heb je natuurlijk wel hier. Guido, tot slot kort. Als het nu niet Maastricht wordt, is het dan allemaal weggegooid geld, weggegooide moeite geweest? Nee, je hoort tussen alle verhalen die iedereen vertelt dat men ontdekt heeft welke de mogelijkheden hier zijn. En dat is eigenlijk niet meer terug te draaien. Nee. En dat lunchen, dat blijven we doen ook na 2018. Dankjewel Guido, dankjewel Amber, dankjewel heren. Succes allemaal. Toi, toi, toi. Dankjewel.